heeft. Ja, en mijn vraag was ook concreet van... Ik neem aan dat de minister van Buitenlandse Zaken af en toe bijvoorbeeld met de Oekraïnse ambassadeur spreekt. Heel goed. Maar is de minister ook bereid af en toe dan, of in ieder geval één keer, met de Russische ambassadeur te spreken? Gebeurt dat? Kan dat? Dat is mijn vraag. Dank. Ja, Rusland heeft natuurlijk als agressor in het conflict met Oekraïne een verwerpelijke, is het verwerpelijke en tegen alle regels van de internationale rechtsorde wat er is gebeurd. We hebben nog wel standaard contacten met Rusland via onze ambassade in Moskou en met de Russische ambassade in Den Haag en dat vind ik voldoende op dit moment. Laatste interruptie van de heer. Ja, nou ja, dat ik vind het heel jammer om te horen, omdat... Nee, dat wordt doorheen getemd. Nou, we houden de discussie even centraal. De heer Van Houweling heeft het woord. En dan zou ik toch nog graag nog een keer willen vragen aan de minister waarom. Voor mij is het echt onbegrijpelijk. Dus alle informatie neem ik tot me, maar ik weiger, want dat zegt de minister nu. Ik weiger zelfs, maar het standaard contact betekent af en toe een briefje. Maar ik weiger te praten met de Russische ambassadeur. En dat is voor mij moeilijk te praten. Waar zit nou dat verzet daartegen? Waarom zou je dat niet doen? Het kan nooit kwaad, toch? Het kan geen kwaad. Omdat Rusland zonder enige reden een soeverein land is binnengevallen en een oorlog is gestart.